Nou, ik was een keer toevallig op internet aan het rommelen. En toen kwam ik een verhaaltje tegen waarin iemand dat onderscheid maakte tussen persoonlijkheid en karakter. Waarbij persoonlijkheid je menselijke natuur is. Dus alle neigingen en eigenschappen die je hebt, die je van de natuur hebt meegekregen of hebt aangeleerd. En karakter zou dan datgene zijn wat je zelf bepaalt dat je bent. Dat zou een soort de derde factor zijn. De eerste factor is DNA, geboorte. De tweede factor is hoe je opgevoed bent. Dat zijn allemaal dingen die buiten je liggen. De derde factor zou een soort zelfbestemming zijn. Hij heeft een jazz ritme. En dat vond ik wel interessant. Om... Omdat ik daar intuïtieve hoop, zo intuïtief iets in voelde van daar zou een soort rechtvaardiging van dit hele bestaan in kunnen zitten. Dus het feit dat jij zelf iets kunt bepalen over jouw doen en laten. Niet veel, maar een heel klein beetje. En dan gaat het er niet om daarmee te overleven of... rijk en machtig of beroemd te worden of zoiets. Ja, want dat zijn eigenlijk de normale strevingen van de natuur. Dat zou ik onder de persoonlijkheid rekenen. Maar het gaat eigenlijk meer over, hou je vast, beschaving en ethiek. Of jij keuzes kunt maken van, ik weet dat ik een rotzak ben en ik wil dit doen, maar dat doe ik niet. Dat besluit ik. Kijk, dat is karakter. En dan kun je afvragen, wat schiet je daarmee op? Nou, het enige waar je daarmee opschiet is dat je het in eigen hand hebt, dat je het zelf hebt gemaakt. Dus het is een overwinning van de creativiteit over de natuur, zou je kunnen zeggen. Dus God heeft de wereld gemaakt met allerlei listen en lagen, zou je kunnen zeggen. Misschien heeft hij hem wel verdorven en rampzalig in elkaar gezet, zodat wij voortdurend moeten streven naar allerlei dingen die we toch weer zullen verliezen. Of als we ze hebben, dan vinden we er geen klap meer aan. Dus de onvrede en de onrust die drijft ons voort en voort en voort. Daar komen we niet vanaf zolang we in de natuur blijven. En we kunnen ook nooit uit die natuur stappen, want daar zijn wij. Maar er is een heel klein ding. Een heel klein ding van zelfbestemming. Een heel klein ding van ik ga dit zo doen of ik ga dit niet doen. Een soort macht die je hebt als individu. Als je jezelf leert kennen, je persoonlijkheid leert kennen, en dat is wat ik karakter noem. En in die complexe zin, dus in persoonlijkheid, karakter en utopie, komt dus dat woord utopie ook voor. En utopie staat voor dat wat ik net noemde, dat streven wat mensen hebben waar ze uiteindelijk altijd teleurgesteld in zullen worden. Dus... een mens verlangt ernaar om zorgeloos te leven, om zoveel mogelijk te hebben, om eeuwig te leven enzovoorts. Dat zijn allemaal dingen die niet mogelijk zijn. Nochtans maakt hij zich daar toch wel steeds een voorstelling van een soort paradijs waarin al die lasten weg zouden zijn. Hè, en dat zou je kunnen zeggen, dat zijn de utopieën, de heilsstaten die ons voorgespiegeld worden. En daar naartoe werkend wordt een mens sterker, ontwikkelt allerlei vermogens. Je zou kunnen zeggen, in het streven daar naartoe ontwikkelt hij karakter. He? En dat doel op zich is eigenlijk niet belangrijk, want dat zal toch falen altijd, elke utopie. Maar het feit dat je daar consequent en gedisciplineerd naartoe werkt en daardoor karakter ontwikkelt, dat is interessant. Daar zit ook weer een tegenstelling in, dat zodra je die utopie denkt te hebben gemaakt, bijvoorbeeld de socialistische helstaat, als je die zou hebben gemaakt, hè, waarin allerlei voorzieningen zijn en dat het voor iedereen makkelijk is en dat er geen zorgen meer zijn, dan ontneem je de mensen die je dat aanbiedt weer de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. En die zijn dan weer veroordeeld tot de lammigheid van hun persoonlijkheid en die zullen zich niet geprikkeld voelen om karakter te ontwikkelen. Dus daar krijg je een tegengesteld effect. Dus de utopie is alleen maar interessant als je er zelf voor moet knokken, als je er zelf voor moet worstelen. Op het moment dat die jou wordt aangeboden, dan heeft het een corromperende en verlammende invloed.